Vanavond staan er in de Leeuwarden gemeenteraad weer belangrijke onderwerpen op het programma. Politiek verslaggever Jan de Vries kijkt vooruit en benadrukt het bijzondere karakter van vanavond. Het is nog wel een bijzondere raadsvergadering vanavond, want het is de laatste van het seizoen 2015-2016. Na vandaag begint het, zeg maar het zomerreces. Maar eerst nog een aantal belangrijke onderwerpen waarover we vanavond besluiten zullen nemen en de richting zullen bepalen. Dat is allereerst het punt jaarstukken 2015. Daar hebben we het verleden week ook al uitgebreid over gehad. Daar zullen een aantal moties worden ingediend, een viertal, zo het nu lijkt, maar er kan nog wat bij komen. En die zullen vanavond worden toegelicht, die zullen worden besproken en van commentaar voorzien door het college. En daarna worden de besluiten genomen over die jaarstukken. Daarna gaan we het hebben over de integrale kindercentra, een beetje vervolg op wat vroeger de brede school was. Fysiek is het allemaal heel goed voor elkaar met die nieuwe integrale kindercentra, maar er moeten ook profielen nog gemaakt worden van welke karakter krijgt zo'n integrale kindercentra. Dat kan zijn cultureel, dat kan zijn cognitief, dat kan ook sociaal zijn. En dan is de vraag van hoe gaan we ze financieren als overheid? Is het op basis van het aantal kinderen of is het op basis van het profiel? Kortom, daar moet nog even een stevige discussie over komen hoe die financiering in elkaar zit. Een ander onderwerp dat op de agenda staat behelst het horecabeleid. Een gevoelige kwestie die de afgelopen tijd geregeld de aandacht trok. Het punt wat we verleden week ook uitgebreid hebben besproken, de horeca. Verleden week uitgebreid gepraat over de kwestie sluitingstijden. Maar dat was maar een onderdeel van het totale voorstel. Het andere voorstel betrof het vestigingsbeleid. Het college dat vormde het vestigingsbeleid om die regels daarin wat te verruimen. Nou, gelet op de onrust die de verleden week was, sticht het college, we kunnen het onderwerp ook wel splitsen. Dat we zeggen van we gaan gewoon de discussie over het besluitvorming over vestigingsbeleid gaan we gewoon doorzetten. En we halen die sluitingstijd er even uit. En de vraag aan de raad vanavond is van wil men het nu alvast een kader vaststellen over die sluitingstijden of wil men dat nog even laten liggen? In beide gevallen zou de besluitvorming daar pas in september in het najaar over komen. Dus het wordt een beetje uit elkaar gehaald. Dus vanavond zal daar niet echt heel veel vuurwerk over ontstaan. Het reces mag dan in aantocht zijn. De aandacht voor lokale politiek duurt de komende tijd voort op Leo TV. Dit alles wordt gegoten in het zomerse programma Leo Zomerpolitiek. We hadden verleden jaar al 3 afleveringen. Dit jaar zullen we er 4 hebben. Ik ga met een viertal politici op pad op een door hun gekozen locatie. En dan gaan we een beetje op zoek naar de mens achter de politicus. Erg leuk. De eerste uitzending is op 18 juli. En dan ga ik met Serge Hollander de Oldehoven op en de Prinsentuin in. De week later ga ik met Hilde Tjeerdema, zij is van D66, loop ik door de Hollanderwijk, loop ik bij het station en ga ik naar het Fries Museum. Dan in eind augustus, dan praten we over 22 augustus, ga ik met Jan Assen-Nicolai naar Heegterp Schieringen. En dan gaan we dat bespreken en dan praat hij ook over zijn capaciteiten als schrijver en dichter. En de laatste aflevering van Zomerpolitiek is op 29 augustus. En dan praat ik met de fractievoorzitter van Verenigd Links, Jan van Olven, over zijn grote geschiedenis. En die begint hier in Leeuwarden bij de Prins Frederik kazerne. De politieke uitzendingen op Leo TV beginnen vanavond om 20 over 7.